Dit is De Stem van Schiedam. De rubriek waarin jouw mening centraal staat. Vandaag peilen we je over dit onderwerp. Is niet of minder maaien een goed idee? Maaien, tuurlijk. Want dan hou je een skort en heb je ook minder last van pollen. Minder. Omdat het mooier is. Veel mooier zo. Ja, vind ik de persoon. Dat is mijn persoonlijkheid. Ik vind zeker bij kruispunten waar je bij als autobestuurder ook last hebt van het hoge gras, dat daar beter op gelet kan worden. Want ik heb zelf nu ook een paar keer meegemaakt, dat is richting het Beatrixpark. En dan kan ik gewoon, als ik daar de hoek om sla, kan ik niet zien of er een auto aankomt. En dat komt door het hoge gras. Dus wat mij betreft, meer maaien. Ja. Ik bedoel, wat die boer die dat gepacht heeft ermee wil, als hij zegt ik maai het en ik maak er namens een gooi van, voor later. Prima, maar als ze door laten groeien en ze gebruiken het gras niet, dan wordt het wel een handicap. Al die afzetpaaltjes die groeien onder. En daar zouden ze dan toch, als ze door laten groeien, zouden ze dat toch in acht moeten nemen. Waar we nu staan, hè, als wandelaar of als jogger, zou ik het wel heel erg fijn vinden als het wat meer gemaaid zou worden. Vanwege mijn hooikoortsklachten, maar ook zeg maar de insecten die je soms in een soort, alsof je een soort warmtetunnel dan loopt, hè, waardoor je dus daar veel last van hebt. Dus wat mij betreft zou het wat frequenter mogen. Vind je dat beter voor de natuur? Ik ga toch wel wat het beter is, ja. Ja. Dat ligt eraan waar het is. Als het langs de bermen is waar veel vlinders zitten en andere insecten, dan is het niet zo goed om te maaien. Maar gewoon binnen bij een pol, hier bij graspollen, voor je huisdeur, wat wij hebben dan voor de deur een singel, daar zou het wel goed zijn. Begrijpt u het ook waarom het soms gevaarlijk kan zijn voor een bestuurder? Ja, tuurlijk. Ik bedoel, als ze dan, laten we zeggen, zo'n waarschuwingsbord of een fietspad en dat is overwoekend door de gras, ja, dan zie je het niet. En dan sla je verkeerd af. Dan ben je een tijdje aan het fietsen en denk je, hey, ik ga de verkeerde kant heen. Dus ze moeten wel, laten we zeggen, al die objecten moeten ze wel vrij houden van overgroei. Dus het zijn mensen mijn mening hoor. Het mag van mij ook groeien. Ik heb er last van, ja, omdat je hier veel fietst, ken je al die plekken wel. Dus het is voor mij niet. Maar voor een aantal mensen is het toch wel gevaarlijk van dat de aanwijsborden gewoon overgroeid worden door het gras. Vindt u het ook dat er op sommige plekken totaal niet moet gemaaid worden? Nou, net zoals waar we hier nu zijn in de weilanden, is het natuurlijk prachtig dat die grassen gewoon lekker hoog staan. Dus wat mij betreft kan het hier gewoon lekker doorgroeien.